weer. Hey, nu dat jullie hier toch zijn, ik heb goed nieuws. Ik heb net het internet doorgespit en ik vond de raarste, maar ook echt de raarste games. Een soort van raar, jongens. Moet een titel hebben. Vandaag speel ik inderdaad weer 3 random games. Jullie moeten zoals gewoonlijk weer een top 3 achterlaten. Een top 3 achterlaten in de reacties. Op nummer 1 zetten jullie de game die jullie het leukst vond, het meest episch. En op nummer 3, ja, wat minder vond, kan ook gebeuren. Vergeet trouwens niet te abonneren als jullie meer van mij willen. En willen jullie vaker 3 random games? Druk dan zeker weten op het duimpje omhoog. Dan gaat nu het avontuur beginnen. De allereerste game die we gewoon spelen heet ook alweer Bikeout. Ik heb nog 1 level die ik nog niet heb gedaan. Dat is de 3e Bikeout. Daar zijn we weer, 360. Oké, dat was niet de bedoeling. We hebben gewoon weer voor ons een parcoursje. Dit is ook de laatste Bikeout die er tot nu toe is. We zien hier voor ons de allereerste jump. Kunnen we dit gewoon in 1 keer halen? Dat zou wel epic zijn. Oh, volgens mij gaat het... Ik geef mezelf gewoon eens een nieuwe kans. Als we gewoon genoeg snelheid hebben, gaan we dit halen. Oh, nee. En we halen dit gewoon in 1 keer zo. Huppakee, we hebben gewoon de allereerste parcours gehaald. Ik ben nog nooit zo trots op mezelf geweest. Druk op het duimpje omhoog als jullie trots zijn, oké? Hoe ga ik met mijn fiets daarop komen? Dit gaat me in 1 keer lukken. We noemen niet voor niets professionele BMX en kijk ze... Nope. Fiets er even bij en met springen. En kijk eens eventjes hier, we hebben het gewoon gehaald. Zet hier gewoon weer een checkpointje neer. Hoe komen we hier nou weer doorheen dan? Waarom denk ik dat we dit wel in 1 keer kunnen halen als ik mijn speed heb? Oké, we staan er nu eventjes goed voor. Kijk, die gast loopt daar gewoon te pronken, hoor. Dat hij er in 1 keer doorheen kwam. Maar dit moet toch wel te doen zijn? Kijk eens even. Zo, met een backflippie. Zo weer checkpoint. Ik ben noob, oké? Ik doe mijn best. Verder, die gast gaat weer opscheppen. Dat hij dat in 1 keer haalt. Ja, zie hem daar dan cool zijn. Hij voelt zich echt zo goed. Je bent echt een loser. Je moet zelfs één. Verdomme. We gaan niet andere mensen uitschelden. Dat leidt tot karma. En kijk, we halen dit nu ook... Zie je, hij staat hier gewoon. Hij staat hier gewoon om op te scheppen. Weet je wel, ik negeer jou gewoon. We kunnen dit wel gewoon in 1 keer halen als we hier gewoon onderdoor gaan. Nee! Nee! Waarom ben ik zo freaking idioot? Als hij op het laagst is, fietsen wij er lang. Zo, huppakee. Nope. Bruh. Wat als we X inhouden? Houden onze kopje laag en kijk. Nee! Oh my god, dit is zo frustrerend. Dit is wat rustig aanpakken. We kunnen hier doorheen. En als ik dan meteen... Dat was gewoon flauw van de game. Die zaden zit volop tegen mijn ballen. Ik ga geen kinderen meer krijgen. Wat we moeten gewoon doen, we moeten gewoon op tijd eventjes remmen. En dat doen we gewoon nu eventjes perfect. Als we dan gewoon hier even een checkpoint neerzetten, dan weten we sowieso dat we dat irritante gedoe niet meer hoeven te doen. Weet je wel, backflip. Backflip tijd. Ik heb een reputatie van 120 en ik weet niet hoe ik meer kan krijgen. Kijk, dit gaan we gewoon in 1 keer halen. Check dit dan. Geef me meer reputatie dan. Weet je hoe epic dat was? Kun jij dit? Kun jij de backflip? Denk het niet. Ja, dit wordt nog wel even een dingetje. Ik denk dat we dit wel in 1 keer kunnen halen. Kijk. Kapoem! Nope. Bruh. Ik denk dat we het nu sowieso wel gaan halen. Ik ben boos. Nu heb ik er een goed gevoel over. Huppakee, we hebben dat gewoon eentje schoon gehad. Checkpoint, ik ben noob. Ik ben een loser, oké? Jullie... Oh my god, hoe ga ik dat daar in de verte doen? Als we dit gewoon eentjes rustig aan doen, kijk. Kom op, dude. Jij bent echt heel kut. Ik doe zo mijn best voor epic gameplay en het wordt gewoon niet gegund. Weet je wel, ik ga gewoon bij elke checkpoint zetten. Kom op, dit kunnen we in 1 keer halen. Oh my god, ik ben zo trots op mezelf. Ik heb eindelijk iets gehaald in mijn leven. Maar ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Wat als we gewoon springen inhouden? We springen hier en we gaan gewoon meteen door. Wat? Dit is mijn beste gameplay tot nu toe. Moeten we springen op een borst? Kijk, als we dit in 1 keer halen... Wat? Waar komt dit in 1 keer vandaan dan? Oh boy, we hebben hier de grote rode ballen. En daar is zo te zien het einde waar we naartoe moeten. Gaan we dit in 1 keer halen? Dat zou cool zijn. Oké, we did it. Ik ben zo ongelooflijk trots op mezelf. Kan ik hier gewoon doorfietsen? Oké, dan... Dat kan zo te zien niet. Wat als we gewoon hier meteen doorgaan? Dat hebben we in 1 keer gehaald. Ik ben zo trots op mezelf. 4 rode ballen. Is dit verdomme serieus? Daar is het einde. Daar doe ik het voor. Ik wil voor jullie gewoon voor een keertje trots maken. Oké. Hij zit wel in de Fortnite teambank. En de laatste bal kunnen we dit... Nope. Oh my god. Oei. Oei. Hey, dat deden we eventjes mooi. Ik voel de finish, yo. Ik voel echt de finish. Oké, we jumpen hier eventjes. Moet ik dit heel rustig doen? Oh, we hebben het wel gewoon in 1 keer gehaald. Dus daar ben ik wel blij mee. Wat is hier de bedoeling van? Gaan we dit gewoon in 1 keer halen? Ja, ik voel het. Ik voel het, guys. Oh god, we hebben het in 1 keer gehaald. Wat? Kijk dan. Kijk hoe goed ik bezig ben. Hier moeten we zo te zien precies hetzelfde doen. Kom op, rustig aan. Dude, je was bijna bij het einde.
woede! Witte woede, jongens! Witte woede! Maar we zijn nu volgens mij bij het einde, of niet? Kijk eens even wat we daar hebben! Zonder te remmen gaan we dit doen. Go! Dit doen we op een rustige manier. Ik heb geen zin in gezeik. Nog twee te gaan, Ronald. Nog twee. What the fuck? Ik doe zo mijn best voor leuke video's. Oké, en nu kunnen we er weer doorheen. Zo, huppakee. Dan nu de laatste. Ja, we hebben gehad. Met de backflippie. Oh my god. Ik deed 21 minuten over. Dit was zo verschrikkelijk. Gadverdamme, wat hebben we hier nou weer dan? Wat is dit voor lelijke baby? Dit is echt een lelijke baby. Ik ben zo te zien vandaag je oppassen. Hij kijkt me wel echt heel dodelijk aan. Ik heb zo te zien een aantal opdrachten. Nou, dat gaat mij goed. Kan ik je optillen? Kan ik je van de trap afgooien? Nou, dat gaat met moeite. Hij kijkt echt zo van, wat heb je nu gedaan? Het spijt me enorm, baby. Kan ik je gewoon niet nog een keer optillen? Ik zet je in je stoel, oké? Hier. Ga zitten. Hoe zet ik je erin? Heb ik het nu verprutst voor mezelf? Yo, ga in je stoel zitten. Ik leg je wel op de tafel. Kijk me niet zo aan. Moet hem zo te zien een flesje geven uit de koelkast. Hier was de keuken, hè? Kijk wat we hier hebben. Het flesje. Nou, Koten. Hier is je flesje. Hier. Feed baby, oh sure. Hij kijkt me nog steeds zo aan. Ik vind het echt helemaal niks. Ik moet een schone luier aandoen. Oh. Weet je wat, baby? Ik heb er helemaal geen zin in. Baby, waarom zie ik de weerspiegeling van je hoofd in de spiegel? The boy who lived, come to die. Dit is baby Voldemort, yo. Die moeten we even vermoorden. Weet je wat, ik ga je wel verschonen dan. Hier. Shit! Pak trouwens even een nieuwe luier, die nemen we eventjes mee. What? Is de baby weg? Ja, je hoeft me niet zo aan te staan. Ik ga hem nog een keer van de trap afgooien. Hij kijkt me echt heel vreemd aan. Pleur. Ik ben de beste babysitter die er is. Kom baby Voldemort, ik gooi jou in bed. We doen de deur eventjes open en slaap. Heb de baby door de muur gegooid? Oh, baby Voldemort, gebruik niet je magische krachten, vriend. Oké, dit doen we eventjes op een nette manier. Hier, licht. We doen het licht uit en we doen de deur dicht. Kijk tv op de bank. Oké, sure. Wil je? We lopen naar beneden. Yo, ik heb nog niet eens kunnen chillen en ik hoor die baby al janken. Ik ga hem weer van de trap afgooien, hoor. Yo, gap. Ben je nou weggelopen? Mag ik vragen waar die baby heen is? Ben je hierachter? Nee. Hoe kom jij in één keer dan? Je bent echt eng. Je bent echt eng. Ik ga je nog steeds van de trap afgooien, hoor. Hier, vol. Hij vindt het leuk. Hij kijkt nog steeds blij. Ga liggen. Blijf hier. Doe de licht uit en ik doe de deur dicht. En ik kan nu eindelijk weer chillen op de bank. Ben je nou vervelend aan het doen om de deur weer te openen? Hoeft daar niet zoals een fotomodel te liggen, hoor. Donder op. Laat me chillen. Heeft hij nou weer de deur open gedaan? Ik ben klaar met je. Leg jou hier op de kast, zodat je niet de deur kan openen. Ik laat hem daar gewoon liggen. Ik ga zitten op de bank en lekker chillen, oké? Lekker relaxen. We moeten zo te zien de baby weer even eten geven. Ik heb hier een flesje, jongens. Ja, je hoeft me niet zo schokkend aan te kijken. Je bent echt een hele lelijke baby. Hier, vreten. Moet ik weer een luier omdoen? Oh shit, laat ik je even vallen. Oh, dat was niet de bedoeling. Tijd voor een nieuw... Vliegt een luier naar boven. Ik heb die luier nodig. Doe niet zo vervelend. Ligt die echt hier? Kappen. Niet vervelend doen. Ik moet je weer naar bed brengen. Maar je bent echt vervelend. Oh, laat je weer vallen. Oh, hey. Hey. Is je moeder vreemd gegaan? Want je lijkt niet op je vader, hè? Hij lijkt niet op zijn vader. Oké, maar doe de deur weer open. Blijf. Oh, we zijn nu alweer bij chapter 3. Ik mag meteen al chillen op de bank. Yo. En de baby is weer aan het huilen. Ik denk dat ik mezelf straks van de trap af laat gooien. Oh my god, je bent echt verschrikkelijk. Ik heb hem weer blij gemaakt. Ik doe het licht weer uit en ik doe de deur weer dicht. En hij moet nu echt kappen. Ik neem gewoon een lekkere... Voed me. Yo, Voldemort gaat echt te ver. Ik heb melk voor je. Yo, dude, niet zo boos. Kijk, hier, vreten. Ik ga je van de trap af gooien. Oh! Hij vindt het leuk. Hij blijft blij kijken. Je hebt weer een luier nodig. Hier. Neem deze luier. Hier. Yo, je kunt nu wel echt te ver gaan. Beetje met je nekje draaien. Ik ga je sowieso van de trap afgooien, hoor. Pak een talisman van de ouderskamer, sure. De ouders zijn goed voorbereid, denk ik. We hebben een demonenbaby. Beste Voldemort, jij zal sterven. Exercise baby. We hebben hier zo te zien de luier en gebruik. En nu moet ik je weer naar bed brengen. Oh, laat je weer vallen. Oh, het spijt me, baby. Het spijt me. Het spijt... Oh, god. Sorry. Ik ben zo onhandig. Oh, laat je weer vallen. Oh, domme ik. Weet je wat? Ik pluk...
Doe eens even normaal. Jou ga ik weer van de trap afgooien als je zo doet. Ga je zelf op bed? Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Hey man, wat gebeurt er? Demonenbaby. Voldemort, niet doen! Ik had hem moeten vermoorden. Nu gaat hij de wereld overnemen. Volgens mij is het oprecht Voldemort, of niet? Dit was het einde. Wat is er gebeurd de afgelopen 20 minuten? De game die we spelen is wat anders, is wat gekker. Ik doe namelijk Truth or Dare samen met Wilbouw. Deze gedeelte van de video is gesponsord, maar ik wilde het eerst op Instagram gooien en ik dacht, ik gooi het wel op YouTube. Dan is het nu tijd voor Truth or Dare. Nou Wilbert, daar zijn we dan. Daar zijn we, op de bank des dooms. Wij zijn uitgedaagd door Doritos om de Truth or Dare challenge te doen. Ben je er klaar voor? Ik denk dat ik er klaar voor ben. Bel iemand op en zeg dat je hebt aangemeld voor So You Think You Can Dance. Bel mijn moeder anders. Wat moet je? Hi, ik belde je even om te vertellen dat ik me aan heb gemeld voor So You Think You Can Dance. Oprecht? Ja, oprecht. Dat geloof ik niet. Hoeveel verdien jij met YouTube? Met YouTube? Met YouTube? Als je dat niet wil zeggen, moet je Shippy nemen. Oh, doe nou niet alsof je zo moedig bent. Welke Nederlandse YouTube ben je het meest jaloers op? Ik denk wel FIFA-YouTubers. Ik vind het toch best wel knap dat je een heel kanaal kan draaien om één spel dat ieder jaar hetzelfde is, want het is alleen maar voetbal. Daar ben ik best wel jaloers op. Ik geef het hier toe, ik ben gewoon jaloers. Vang 3 Doritos Flaming Hot Chippies op met je mond. Wat als ik ze niet vang? Moet ik ze opeten, zeggen. Maar je eet ze ook op als je ze niet vangt. Oké. Okay. Kijk, dat is 1. Dat is 1. Ga ervoor. Tel die gewoon. Dat is nummer 2. Kijk, hey! Dat is epic, dat is epic. Wie was je eerste crush? Mijn eerste crush was Kim op de middelbare school. Zoek maar op Facebook. Moet ik achternaam bliepen? Ja. Ronald, ik denk niet dat je klaar bent voor deze vraag. Dit kan best wel kwetsend zijn. Kwetsend? Dit kan je problemen opleveren. Kwetsend voor mij of voor jou? Onze vriendschap staat op het spel hier. Oké, kom maar op. Zou je liever een slipper opeten of samen met Wilbo in een puddingbad willen gaan? Ik wil wel met jou in een puddingbad hoor. Epic. Zo epic. Maar waarom zou ik een slipper eten? Dat is best wel vies. Tenzij je de slipper is met mijn babyfoto erop. Ja, pudding. Puddingbad. Heb je een relatie gehad waarvan je volgers het niet wisten? Tuurlijk heb ik dat gehad. Waarom zou ik willen dat mijn volgers zich gaan bemoeien met mijn relaties? Wat is dit voor vraag? Als ik deze niet wil beantwoorden, moet ik een shippy nemen. Maar als ik hem niet wil beantwoorden, heb ik overduidelijk een relatie gehad waar mijn kijkers niet van wisten. Dus ik weet niet hoor. Maar dan een shippy. Neem even een shippy. Je denkt, oh hij antwoordt alles. Dat is saai voor de video. Ik geef hem gewoon... Hij moet nu gewoon for no reason nog een shippy nemen. Ja! Nou, hier. Ben je ooit wel eens naar een naaktstrand geweest? 1 keertje, maar dat moest doen. Voor een opdracht. Is daar bewijs van? Ja, maar dat kan ik niet laten zien, want op YouTube werd die gedemonetized daardoor. Waren er andere naakte mensen? Nee. Heb je liggen knuffelen met mensen daar? Nee. Niet? Nee. Oké, nou, dat is best wel teleurstellend antwoord eigenlijk. Maar oké. Vertel een verhaal van 1 minuut met een Doritos Flaming Hot Chipje op je tong zonder het chipje af te breken. Waarom moest ik dan net een chipje nemen? Dat is niet mijn vraag. En vertel het beste verhaal ooit. En het mag niet breken, anders moet je nog een chipje nemen. Wilbert, hij is gebroken. Kan ik nog niks aan doen? Ja, wel hoor. Ik heb een leuk verhaal voor jou. Laat je tong eens zien. Oké, het is nog heel, het is nog heel. Waarom de Spaanse verjaardag? Ik ga hiermee akkoord. Dat was 100% niet. Dit kan best wel beschamend worden en kijkers gaan je belachelijk maken. Go for it! Ben je ooit wel eens afgewezen door een meisje? Op het spel Habbo Hotel. Dat was een klasgenoot waar ik veel Habbo mee speelde. Toen vroeg ik haar verkering via een klapblokje die je zo op de muur kon plakken. Ja. En ze deed alsof ze het niet zag. Dat is nog pijnlijker. Ik heb het best wel met je te doen, dus je hoeft geen chippy te eten nu. Dus dat is goed voor jou. Maar allemaal om Ronald beter te laten voelen, vraag me even Habbo verkering. Zou jij iemand daten die ouder is en zelfs al een kind heeft? Ja. Ik ben 25. Het is best wel gebruikelijk als ik een relatie zou beginnen nu dat die persoon een kind heeft. Maar dat hangt wel van de situatie af. Want als ze bijvoorbeeld
helemaal geen geld heeft ervoor en het helemaal niet lukt om het te onderhouden en dat ze nog maar net bij komt. Als ze zeg maar geen amper geld heeft, dat het nog maar net lukt om bij te houden, net niet, dan zeg ik zo van, oh, dat is een valkuil waar ik me niet in wil mengen. En het hangt vanaf de termen waarmee ze de vader is verloren. Je wilt wel of niet daten met iemand anders? Op zich wel. Op zich wel. Maar het hangt er vanaf. Eet een Doritos chips van de tafel zonder je handen te gebruiken. Dus gewoon zo? Ja. Ja, doe maar. Eet het. Succesvol. Dat was best wel moeilijk, of niet? Oh no. Ja. Deze vraag kan best wel pijnlijk voor je zijn. Oké. Nee, dat was alles. Je hebt het wel moeilijk gehad, moet ik zeggen, Ronald. Maar zo te zien ben je er nog wel heel hard doorheen gekomen. Dus nu kan jij winnen 10 miljoen euro. 10 miljoen 10 euro? 10 miljoen euro. Wat heb jij gewonnen dan? Een lolly. Je mag die zak chips meenemen. Mag ik deze zak chips meenemen? Ja. Nou Wilbert, dit waren de vragen. Ben je bijgekomen? Ik wel. Ik ben nog niet helemaal bijgekomen. Download de Doritos Truth of Dare game. Waar kun je die downloaden? In de Google Assistant kan dat gewoon. Doritos, super bedankt voor het sponsoren van deze video. Neem even een chippy. Oh jongens, wat hebben we weer rare games gespeeld. Smash op het duimpje omhoog. Abonneer en volg me op Instagram @Ronald.